En Joyce, in de eerste ronde was uw Belgisch kampioenschap eigenlijk voorbij? Ja, het was heel snel voorbij, nogthans goed gestart. Ik wilde ook echt wel op kop rijden, omdat je dan een goed zicht hebt over het parcours. En dan, dan kom ik in die bocht en maak ik een schuiver eigenlijk. En het is voorbij. Heb je ooit nog gedacht van terug te kunnen komen? Want in het begin had je eigenlijk maar een 15-tal seconden achter. Ik hoopte eigenlijk stilletjes dat Sanne misschien ook nog een fout zou maken of zo. Maar als je voorop rijdt, dan kan je iets voorzichtiger door de bochten gaan. En ik moest echt risico's nemen. En ik heb nog een aantal schuivertjes gemaakt, mindere dan. Maar toen wist ik van, ik kom niet meer terug. En heb ik geprobeerd om toch wel die tweede plaats veilig te stellen. Mag ik stellen, gezien dat Sanne nog de... uitgebreid de voorsprong heeft uitgebouwd, dat zij toch de sterkste was vandaag? Ze was de beste schaatster vandaag. De sterkste, dat weet ik niet, omdat we hier eigenlijk onze kracht niet echt kwijt konden eigenlijk. Want ik was echt wel heel sterk vandaag, maar het had eigenlijk gewoon niet veel zin hier. Ze verdient het eigenlijk wel als je bekijkt over het ganse seizoen. Maar jammer, ja. Ik kan die titelaar eigenlijk niet echt, maar bon, ze heeft hem en ik hoop dat ze er iets moois van maakt. En volgend jaar is het opnieuw. En wat zijn uw ambities voor het WK? Ik ga terug proberen top 15 plaats te behalen. Al is het dat ook daar sneeuw en ijs zal zijn. Dus of ik daarin zal slagen, dat weet ik niet. Maar ik ga met die ambitie afzakken en dan zullen we wel zien wat het daar wordt. Sanne Kant is uitstekend op ijs, dat weten we, dat hebben we vandaag gezien. In Tabor wordt eenzelfde situatie verwacht. Welke kansen geef jij haar daar? Ze kan daar ook een top 10 plaats behalen. Ze heeft al een paar mooie wereldbekers achter de rug. Dus top 10 is mogelijk. Het zou goed zijn als we terug beiden in de top 15 zijn, zoals vorig jaar. Dat zou heel knap zijn voor België. Oké, dank u wel en proficiat.